Hey, welkom terug. Marga en ik zijn aan de slag gegaan, of tenminste, Marga is aan de slag gegaan met de Colors Unlimited lijn. We hebben van alles gebruikt. Het veld, we hebben van die chipboard krulletjes, swirls, die cut pads. Er zijn van die leuke labels met waar dat al glitter op zit en zo. Hartstikke leuk. Leuk uitgesanst, ja. We hebben het decopapier, we hebben touw, hoe heet het? Het cotton twine. We hebben pareltjes, we hebben de 3D stickers, we hebben echt zoveel. We hebben eigenlijk papier en veld. Papier en stof gecombineerd. Ja. Ja. Superleuk. Ik vind het echt een heerlijke combinatie. Laat even zien. Het is echt heel leuk. Je hebt deze kaart, vind ik echt heel erg leuk met die vlaggetjes. Nou, vlaggetjes is natuurlijk wel een ding op dit moment. Ja, vlaggetjes. Het is heel veel vlaggenlijntjes. Ja. Dus dat is in dit geval dus gecombineerd. Dit is een vlaggetje van veld. Dit is er een van veld. Dat is er een van veld. En daar hebben we wat papier op geplakt. Nou, dit is dan weer een heel papieren vlaggetje. Maar weet je, het is gewoon leuk om het bij elkaar combi, te gebruiken. Ja, het is gewoon leuk om het bij elkaar te gebruiken. Doordat je veld gebruikt, krijg je kaart ook wat meer. Wat meer textuur en wat meer diepte, body en inderdaad diepte. Je kunt met 3D werken. Dus het is, ik vind het gewoon heel leuk om papier en stoffen en zo allemaal bij elkaar te gebruiken. Ja. En het is zo simpel. Je hebt hier, het patroontje staat erbij, maar je hebt er eigenlijk niet eens een patroontje voor nodig. Nee. Want het zijn gewoon driehoekjes. En als je één keer een malletje maakt hiervoor, dan knip je ze zo allemaal uit. En de een is net een paar millimeter groter als de ander. Ja. Dus, en wat hebben we hierop zitten? Knoopjes hebben we gebruikt. Papieren bloemetjes. Hier zit een pareltje op. En 3D-stickers. Ja, 3D-stickers, maar dan twee op elkaar. Ja. Er zit ook een in Colors Unlimited zit ook een verpakking met stickertjes. Dit zijn de krullen, de glitter swirls. Dat zijn deze dingen, die zijn hartstikke leuk. En maar zo denk je van, wat zal ik ermee doen? Ja, maar kijk, en hij is natuurlijk ook, die dingen die zijn net iets te groot, maar je knipt hem netjes gelijk aan de bovenkant af. Dus de bovenkant van het papier, dit is geëmbosd papier. Ja. En dat is natuurlijk niet wit. Maar als dat is een beetje geschuurd. Ja, als je daar het papier op zich heeft een wit hart van binnen. Dus het is papier zelf is wit, alleen er zit blauwe print op. Een blauwe print op. En als je nou, omdat het geëmbosd is, dus hier zit dat relief op, als je daar een klein schuurpapiertje overheen haalt, dan haal je net die witte binnenkant van het papier, die haal je omhoog. En dan krijg je dit effect. Dus weet je, of eventueel kun je ook een witte pen gebruiken om dat te accentueren. Dus dat is, dus dit is kaart 1 die ik je wilde laten zien. Deze is ook echt heel leuk. Maar die is ook iets simpeler, maar wel echt super mooi. Maar de bloemetjes, daar wilde ik het eigenlijk nu over hebben. En ook die laatste kaart, daar zitten roosjes op. En dat zijn, deze zijn kijk, zo schattig. Ja, hij heeft een relief. Deze is iets platter. Dit zijn eigenlijk alleen maar drie platte cirkels op elkaar. Ja. Dit zijn ook cirkels. Deze zijn iets romantischer. Ja, maar je kunt dus met deze cirkels kun je verschillende bloemen maken. En ook de blaadjes, want dit zijn ook cirkels in tweeën geknipt, aan elkaar gestikt op de hand. Ja. En wat voor steekje je daar gebruikt is eigenlijk ook niet eens heel belangrijk. Of een kruissteekje of een stiksteekje, dat maakt helemaal niet uit. En het leuke is om dat ook niet helemaal recht te doen. Het mag best hier een knik en een beetje, weet je, het hoeft niet helemaal precies recht te zijn. Nee. Het is handwerk. Het is juist leuk om te laten zien dat het echt met de hand gemaakt is. Ja. Ik ga je die eventjes die laten zien. Leuk. Ja, die is ook leuk. En het leuke van deze bloem is dat je, kijk, ik heb er hier eentje los liggen. We hebben het hier op een kaart zitten. Dit is, dat geef ik wel toe, niet een kaart die je op de post doet. Daar is het lastig voor. Maar als dit je bij iemand op bezoek gaat, dan neem je hem mee. Dan neem je hem mee. Ja. En als je iets wil geven of wat dan ook, dan maak je op de snoot aan de binnenkant nog een zakje waar je een cadeaukaartje in doet. Of waar je geld in doet. Het is gewoon een super leuke kaart. Maar die bloemetjes, die kun je bijvoorbeeld ook nog met z'n drieën naast elkaar op een haarspeldje vastlijmen. Ja, of een haarbandje. Haarbandje. Ja. Of gewoon enkel een speldje erachter. Dan heb je een leuke broche of iets dergelijks. Ja, omdat die 3D is. Deze bloem is opgebouwd uit een aantal cirkels. Nou, dat patroon hebben we er even. Ja, het stelt niks voor, maar het is gewoon alleen maar een cirkeltje. Ja. Die hebben we er even bijgegeven. Dus die kun je downloaden in je nieuwsbrief. Ja. Die print je uit. Die knip je ook uit. Ik leg even deze kaart weg. Een wat je doet, een kleintje is voor het hart. Kijk. En dit zijn de cirkels die gebruikt worden voor de bodem en voor de bloemblaadjes. De bodem is hier een roze, dan kun je het ook goed zien. Nou, die heb ik al geknipt. Dat is in dit geval een groene. En dan heb je dus 1, 2, 3, 4 cirkels nodig voor de blaadjes te maken. Nou, dat doe je zo. Je knipt dus dit uit. Dat is je papieren patroon. Die leg je op je veld. En met een, dit is een beetje een soort gelpen en rollen. Je
Ja, maar dat kan met een potlood of wat dan ook, maakt allemaal niet uit. Ja. Je hebt in totaal 4 van deze cirkels nodig voor de bloemblaadjes. Daarna ga je het uitknippen. Waar je even op moet letten is dat je dan als je uit gaat knippen net even aan de binnenkant. Oh ja, anders heb je natuurlijk een zwart lijntje. Anders heb je een zwarte lijntje. Ja, dus je knipt eigenlijk net aan de binnenkant van je lijntje, knip je je vilt uit. Nou ja, maak hem even af. En wat je dan ook nog kunt doen als je zo meteen ermee gaat werken, is zorgen dat mocht je nog een klein beetje zwart zien, dat je zorgt dat je het aan de binnenkant hebt zitten. Dan komt het sowieso niet. Nou, we hadden dat natuurlijk al voorbereid. Dus hier hebben we 4 uitgeknipte bloemetjes, of 4 uitgeknipte bloemblaadjes liggen. Die vouw je dubbel. En die vouw je nog een keer dubbel. En die leg je hierop. Dat is nummer 1. Dan komt nummer 2 dit aan te pas. Dubbel. Wacht even, even zo doen. En nog een keer dubbel. Ja. En dan moet je even kijken hoe je je vouwen gaat leggen. Ja. Zie je dat? Of je hem om en om doet. Of je hem om en om doet. Kijk, nu heb ik ze alle 2. Hier ligt de grote vouw, die ligt met deze kant tegen elkaar aan en daar ligt hij zo. Zo vouw je dus alle 4 je rondjes. Ik laat nu even zien, want dan snap je ook hoe die bloem in elkaar zit. Kijk, dan ga ik hem er weer met de vouwen daar tegenaan leggen. Nou, je snapt het al. Hier komt nummer 4 in. Zo wordt eigenlijk je bloem opgebouwd. Mm-hmm. Het enige is met het vastzetten. Kijk, daar zit weer mijn dubbele vouw. Die komt hier weer tegenaan. Dus dit is eigenlijk zoals je bloemetje is. Ja. Ja. Alleen met het vastzetten. Je moet natuurlijk netjes vouwen. Ik laat het nu even heel snel zien. Kijk, leg hem er maar op. Hij komt er bovenop. Ja, dus dit is eigenlijk zoals je bloemetje wordt. Wat je alleen moet doen met het vastzetten. Je kunt niet alles in 1 keer vastzetten. Okay. Dus wat je gaat doen is je gaat 1 voor 1 al die bloemblaadjes met een klein steekje vastzetten. Gewoon in het midden. Dus netjes vouwen. Goed op je onderlaag leggen. Ik zat al te kijken. Ik denk, hoe krijg je dat raakt er vast? Maar dit is gewoon veel makkelijker. Kijk, zo moet je het. Zo ga je het doen. Je gaat 1 voor 1 opbouwen. Nou, zoals je ziet ben ik nu 1 keer rond geweest. En de steken zitten allemaal een klein beetje uit elkaar. Dus wat ik nu ga doen... Kijk, het zit in ieder geval vast. Dat was plan 1. En wat ik nu ga doen is... de tussenliggende steekjes maken. Dus eigenlijk een tweede rondje. En je kunt hem inderdaad afwerken hoe je wil. Dus ja. Ja. Superleuk Nou, hij is nog niet helemaal klaar. Hij moet nog even een keertje een rondje, maar... Weet je, dit Zo heb je een beetje het idee dat je net ziet hoe je hem in elkaar zet. Ja. Moet je kijken als je er zo 2 naast elkaar zet. Nou, nog eentje ernaast en dan een leuke broche van maken. Ja. Dat is ook nog leuk hoor. Zo, ja. Ja, beeldig. Niks meer aan doen. Mooi hè? Ja. Nou. Nee, we kunnen hier maar uit de voeten. Ja, hebben we alles gezegd? Hebben we alle leuke dingen opgenoemd van de kaarten? Ja. Eigenlijk niks. Lekker aan de gang. Ja, veel plezier. Veel plezier.